We gaan voor een klein rondje door het hotel in Belek, Turkije. Maar eerst ga ik even kijken of Thomas Verheyen met me mee wil. Hey, grote vriend van me. Hoe is het ermee? Ja, goed man, met jou? Wat ben je aan het doen? Ik ben even lukt op de kamer, man. Heb je zin om even een rondje te maken door het hotel? Om even de kijkers te laten zien waar we zitten deze dagen? Ja, is goed. Man. Ik kom er al. Ik kom je ophalen, vriend. Hey. Goed dat je even meegaat, maar eerlijk, wij zijn nog niet compleet. Wij missen nog iemand. Wij missen nog wel een ziel, denk ik. Kom eraan. Ja. Dat is niet. Bijna compleet, maar ja goed. De overbuurman, ook tegelijkertijd mijn roomie, die zit op 3146. We drukken even op het belletje. Vaak tref ik hem in een badjas. Maar ik ben benieuwd hoe die... Ja, dat... Oh, we laten ook gelijk even mijn kamer zien. Komt u en de bliksemkamer natuurlijk. Kom verder. Kom verder. Ik ben benieuwd jongens, kijk eens. Oh, kijk eens, hoe mooi opgeruimd. Ja. Nou, kom erin. Dit is Jeff's bed. Dit is mijn bed. Kijk, we hebben het nachtkastje hebben in het midden gezet, want dan doen we soms nog even een spelletje. Mensen erger je niet. Wie had er gisteren ook alweer gewonnen, Jeff? Ja, gisteren moet ik heel eerlijk zijn dat ik verloren heb. Oké, nou goed. Ja, gooi. En dan nemen we jullie mee naar het mooie uitzicht op ons balkon. Oké, wat gaan we laten zien? Hier. Ik neem het wel weer over, want echt niet kan die wel, maar... Voor de camera is het iets minder. We gaan naar buiten. Blik naar jou, jongen. Dit shot moet je even hebben, jongens. Oh, we komen wel tegen. Waar zijn jullie geweest, jongens? Ja, even lekker in de spa. In de spa? Ja, daar gaan we zo meteen nog naartoe. Hoe is het, Piet? Ja, prima. Hoe bevalt het trainingskamp tot nu? Ja, zeker. Nou, de kuitjes wel wat gevoelig, maar voor de rest... Gaan jullie FIFA? Ik ben bezig, man, met de weekend. Zullen we afspreken, kijkers, dat we zo meteen nog even terugkomen met een mooie FIFA-duel tussen Sam en... Tegen wie ga je, Sam? Wie je durft. Oh! We komen zo meteen terug. Stay tuned, 3-1, 3-8. We gaan even naar binnen bij Medis. Feit. Amigo. Medis, massage. Dit is top, hoor. Jongens. Jongens, hoofdmedisch, daar staat hij. Net al de boetes uitgelegd hoeveel het was. Nick, hoe gaat het tot nu toe met de medisch hier? Het gaat fantastisch. De groep is afgezien van één speler super fit. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, en, Sjoerd Overgoor. Sjoerd Overgoor. Maar die is thuis gebleven, toch? Die is thuis gebleven, helaas. Maar de rest van de groep staat er topfit op. En we werken hard aan... Maar heb je dan wel wat te doen als je eigenlijk nagenoeg niemand hebt? Eigenlijk vooral bijhouden van de boetepot. Heel belangrijk. En jullie voorzien van wat eten. Af en toe een banaantje bij Thomas naar binnen schuiven. En... dat is mijn dag wel eens over. Ja, want van... Nee, maar dat is de mentale training. Laat de brownies liggen en pak het fruit. Daarom staan de brownies erbij. Nou, gewoon klasse, dit hoor. Oké, de langste speler. Wil je gemasseerd worden? Nee, man. Ik ga even wat eten pakken. Wat kom je doen dan? Even wat eten pakken. Oh, oké. Ik ben benieuwd wat hij pakt. Boe. Oh. Boefje? Een boefje? Is dat een boete? Oh, Hobie verhulst, jongens. Dat is die. Nou, Hobie, je kan weer terug. Je kan weer terug, maat. Neem maar mee. Het is genoeg, hoor. Hij is niet helemaal op zijn gemak. Nee. Ik zie het wel duidelijk, nee, ja. Nee, nee. Nee, nou, heel lekker. Eet smakelijk, jongens. Wij gaan verder. We hebben nog een aardig hotel wat we moeten bewandelen. Ja, de discussie gaat hoeveel ballen in deze boom zitten. Verheyen en Bliek zijn nu aan het kijken hoeveel ballen erin zitten. Maar ja, ik heb betere dingen te doen, zoals je ziet. Dat ik ben vandaag redelijk veel aan het woord. Maar we gaan het zo meteen vragen als ze terugkomen. Oké, jullie hebben de boom bekeken, boys. Hoeveel ballen denk je, Verheyen? Ik denk toch wel gauw een balletje of... wat zou ik zeggen? 105? 105? Bliek? Een balletje of 140. Een balletje of 140? Ja, als je hem zo bekijkt, hoeveel zou het er zijn, denk je? Kijkersvraag. Ja. Dit is een kijkersvraag. Dit is een kijkersvraag. En dan gaan wij zo meteen. Oké.
Wie gaat tellen van jullie twee? Ja, wij gaan straks... Oké, we gaan ze in ieder geval tellen, maar dit is echt een kijkersvraag. Gooi het in de beschrijving hieronder, hoe noem je het? In de comments hieronder, in de comments. Pak hem nog even goed in beeld. Pak hem nog even. Wat is de prijs dan? De prijs? Dan doen we toch wel een kleine fanshop tasje maken. We maken een leuk tasje. Ja. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, dan ben ik benieuwd hoeveel ballen. Aangekomen bij de eetzaal. Zoals je ziet, het logo van onze mooie club. Ja, hier zitten wij normaal te eten in een hele mooie zaal. Zoals je ziet, bordje met de spelers. De spelers zitten eigenlijk aan deze rechthoekige opstelling van de tafels. Hier heb je twee tafels, lange tafels naast elkaar. Daar zitten de staf en de coaches. Ik weet niet precies wie waar zit van de coaches. Dat houdt me dat ook te goede. Ik weet wel... dat wij met z'n drieën, ja, wij zoeken elkaar regelmatig op, zowel binnen als buiten het veld. Maar laat maar even zien waar wij normaal zitten, mannen. Kijk, wij... Lekker overzichtelijk. Het hoekje is overzichtelijk. Hier zitten wij. Ik... De trainers in de gaten houden. Ja, dit was dus de eetzaal en nu nemen we mee waar we normaal gesproken ons eten halen. Dat is een aardig grote zaal. Het buffet. Het buffet hoor ik hier in mijn linkeroor. Ik weet niet of er nu eten momenteel is, want het is nu ongeveer 4 uur uit mijn hoofd. Het is kwart voor 4, ja. Kwart voor vier. Ja, ze zijn wel bezig, zie ik. Maar dit is echt een... als je hier niks te eten vindt, dan vind je het nergens. Maar zoals je eigenlijk ziet, is het een hele grote zaal. Ik moet bekennen dat het eten hier goed is. Veel variatie. Wat vind jij van het eten, Feit? Want ik zeg wel dat ik het goed vind, maar het is natuurlijk een persoonlijke smaak. Nou, ik vind het echt prima. Prima. Rijst, kip, alles, groentes, wat je wil, spruitjes. Is allemaal aanwezig. En Bliek die zoekt voornamelijk de kant van de baklava's. Die vindt hij wel lekker. Maar ik pak meestal de wat gezondere kant. Dus dat klopt, is lekker. Maar ik kan het ook hebben, dus dat scheelt. Dus snap je wat ik bedoel? Ja, awareness. Hallo. Hallo. Ja. Je moet wel altijd netjes blijven tegen het personeel die je eten klaarmaakt, want je weet maar nooit. Hier heb je varkensvlees. Hij daar achterin is verboden volgens. Ja. Liggen de frietjes. En de pizzatjes. En de mayonaise. Dat is niet voor ons, dus laten we dat nu ook even niet doen. Nou ja, normaal hangt hier een lint. Met Stegeman erop. En dan mag je gewoon niet voorbij. Nou, we doen ook vaak spelletjes op het veld. En wie dan verliest, die moet wat koffie halen. Dit is eigenlijk de plek waar Bliek regelmatig komt. Hier zo, die moet gewoon een lekker koffietje halen of een theetje voor ons. En dat gaat eigenlijk zo door. Ik heb deze 3 dagen dat we hier zijn nu, heb ik nog geen 1 keer iets hoeven te halen. Verheid ook niet volgens mij. Ik weet waar de cappuccino klopt. Bliek, wijs hem eens aan.